De Undertones werden in 1974 in Derry, Noord-Ierland, opgericht door Virgil Sharkey, de broers Vincent en John O'Neill, Mike Bradley en Billy Dougherty. Ze lieten zich inspireren door artiesten als The Beatles, Small Faces en Lindisfarne. Nog voor de band enige optredens had gegeven, werd Vincent O'Neill vervangen door zijn jongere broer Damien. Vanaf februari 1976 begon de groep, nog steeds zonder naam, optredens te geven op lokale locaties. Voor een optreden werd aan de band de naam gevraagd. Eerst noemden ze de naam The Hot Rods en bij een later optreden Little Feat. Beide namen werden al door andere groepen gebruikt. Datzelfde jaar kwam de drummer met de naam The Undertones. Met de opkomst van punkrock veranderde de artistieke focus van de band. Artiesten zoals Sex Pistols, de Buzzcocks en vooral de Ramones werden belangrijke invloeden. In 1977 speelde de band hun eigen pop-punk materiaal dat naast coverversies werd uitgevoerd tijdens concerten, voornamelijk in de Kasbah. De optredens in de Kasbah gaven de Undertones meer vertrouwen in hun muzikale vaardigheden en in juni 1977 voerden ze voor het eerst concerten buiten Derry uit in het voorprogramma van de Radiators from Space. In maart 1978 maakten de Undertones een demotape op de McGee University in Derry. Deze kwam bij John Peel terecht en die betaalde voor de Undertones een opnamesessie in Belfast. Op 16 juni 1978 nam de band hun debuut-EP Teenage Kick op voor een budget van slechts £200. Deze EP verscheen op het Good Vibration record label. November 1978 begonnen de Undertones aan hun eerste tour door de UK. Hierna tekende de band een contract bij Sire Records. Januari 1979 begonnen de Undertones met de opnames voor hun eerste LP. Veel van het materiaal werd al regelmatig uitgevoerd in de Kasbah, waardoor de band dit album in minder dan 2 weken kon opnemen. Mei 1979 verscheen hun debuut-LP, The Undertones. September 1979 toerde de Undertones voor de eerste keer in het voorprogramma van The Clash door de Verenigde Staten. Hierna begonnen de Undertones liedjes op te nemen voor hun tweede album in de Wisseloord Studios in Nederland. Na voor het eerst getoerd te hebben door Europa verscheen in 1980 hun tweede LP, Hypnotis. Om dit album te promoten, toerden ze door de UK en daarna voor de tweede maal door de Verenigde Staten, nu als hoofdact. Tussen september en december 1980 volgden er nog 2 tours, 1 door Europa en 1 door de UK. Aan het eind van het jaar kondigden ze hun vertrek bij Sire aan en tekenden ze een contract bij EMI. Januari 1981 begon de band met het opnemen van hun derde album, opnieuw in de Wisseloord Studios. Voor het uitbrengen van deze LP toerden ze 2 maanden door de UK. Mei 1981 verscheen Positive Touch. Van deze LP verscheen de single It's Going to Happen. Happens all the time, it's gonna happen. Dit album werd door New Musical Express genoemd als een van de beste albums die in 1981 uitkwam. September 81 begonnen de Undertones aan hun grootste tournee door Europa. In 1982 deden de Undertones het kalm aan en traden dit jaar slechts 5 maal op en begonnen met het opnemen voor hun 4e LP,
maart 1983 verscheen de Sin of Pride. Tijdens de promotietour van dit album kondigde Sharkey aan dat hij de band wilde verlaten. Om verplichtingen na te komen, bleven de Undertones nog 2 maanden bij elkaar. 17 juli 1983 speelden de Undertones hun laatste concert in Punchtown Racecourse in County Kildare in Ireland. Er verschenen in de loop der jaren nog enkele verzamelplaten van de Undertones, waaronder in 1986 de 12-inch Save Me. November 1999 kwamen de Undertones zonder Virgil Sharkey weer bij elkaar. Met een nieuwe zanger, Paul McLoone, maakten ze 2 LP's. Get What You Need in 2003 en Dig Yourself Deep in 2007. De Undertones treden nog steeds op.